Goedemiddag. Goedemorgen. Hallo, Jessica. Goedemorgen. Dit eet jij in een week. Zo. Moet ik helpen? Nee, het gaat hoor. Okay. Ik ben best wel sterk. Kwark. Waarom is dat belangrijk? Spierherstel, dat is eigenlijk de voeding van spieren. Je hebt behoorlijk spieren ziek inderdaad. Als je mijn spieren ernaast doet, dan... Ja, nou. Ook hetzelfde. Nou. Hey, en dit viel mij ook gelijk op. Ja, nou, daar gaat er wel zeker doorheen op een week. Ja? Ja? Nou, ik zie je nergens doop in liggen. Nee, dat doen we niet, hè? Nee. Dus dat klopt dan ook? Ja, die wielrenners waren dat vroeger natuurlijk in de koelkast. Ah, we hebben nog een koelkast. Oh, oké. Okay. daar zit hij tegen. Mijn bovenbenen die functioneren nog wel. Dus ik kan bijvoorbeeld een bench press en staan kan ik nog. Dus daar heb ik nog wel wat spier... volume. Ja, de onderbenen die doen gewoon echt helemaal niks. Dus ja, ook qua spieren zit daar niks. Hey, en je zei, mijn testosteron is laag omdat ik zo dun ben. Hoe merk je dat? Ik heb niet altijd super veel zin in seks, hoor. Dus de kans dat je binnenkort vader wordt is klein? Nou, dat gaat ver. Nee. Ik krijg hem nog omhoog, hoor. En vaak genoeg. Kan je je broekjes een heel klein beetje opstropen? Zo. Ja, in principe moeten de bovenbenen moeten het doen. Zo. Vooral dit hier, hè? Oh. Vind je het nog steeds erg dat je een prothese hebt? Ja, ik vind natuurlijk het erg, maar ik ben echt helemaal aan gewend en je moet gewoon doorgaan met het leven en moet er niet mee zitten. Denk je er vaak aan? Af en toe als je uit bed stapt. Dus je stapt altijd met een goede been uit bed, dat is wel zo. Ik zie alleen maar bulten voor me en heel veel kuilen. Er zijn meer klappen op je ego dan klappen op je hoofd, zeg maar. Ja, maar ik heb nog geen één keer een goede directe echt in je gezicht gegeven. Nee. Dat je kin achterover slaat en dat is nog helemaal niet gebeurd. Nou, houden we zo. Ik heb een hele lijst met dilemma's voor jou. En je moet kiezen. Serena Williams of Esther Vergeer? Serena. Onder of boven? Ik kan antwoord op geven. Oké, dat mag hoor. Nee, je moet antwoord geven. Oh. Ja, maar onder of boven, dat is... jij hebt er waarschijnlijk allerlei associaties bij die wij helemaal niet hebben. Nee, jullie helemaal niet. Kies er maar eentje, ik vraag niet door. Boven. Ja. Ja. Frank, waar zijn we? Een begraafplaats van mijn oma. Ik zie daar een judo-medaille liggen, volgens mij. Ja. Zal ik hem even pakken? Ja. Ze overleed een weekend voordat ik naar Rusland, Sint-Petersburg eigenlijk zou moeten. Toen heb ik nog heel even getwijfeld of ik wel naar Sint-Petersburg zou gaan. Maar ja, oma had ook niks liever gewild dan dat ik er zelf heen was gegaan. Dus ik ging er toch maar heen. En toen werd ik eigenlijk wel een beetje onverwacht, werd ik nog tweede daar ook. En het zijn van die medailles waar je met tweede plaats toch heel blij kan wezen. Waarom ben je nu niet BMX'er op de Olympische Spelen? Ja, er kwam denk ik een stukje angst in de sport. En op het moment dat je gaat denken van ja, het is ook wel gevaarlijk en het kan misgaan. Ik denk dat het dan bij een BMX'er niet meer goed zit. Ik denk dat de grote reden is geweest dat ik naar de baan ben gegaan. Oké, dat is nu tijd voor de weddenschap. Als jij geen goud haalt, dus zilver, brons of alles wat daaronder zit, Dan regel ik een date voor je. En die moet je dan doen. Die moet ik doen. Ja. Dan moet jij met mij een diagonaaltje gaan trekken uit de muur.
Je weet vast niet wat het is. Nee, maar ik denk dat ik wel dat het de richting zo'n vreedmuur fastfood gaat, ja. En dan een diagonaaltje trekken, dat is echt iets uit mijn studententijd. Moet je diagonaal, moet je alle producten eten. Alles opeten. Tot je niet meer kan. Ja, dat is goed. Oké, deal. Wat moet ik doen? Als jij wel wint. Het lijkt mij mooi als je dan op de televisie, dus in Clubhuis 16, een lied van mij zingt. En dan mag je zelf kiezen of dat dan Simply the Best is van Tina Turner. Of The World's Greatest van R. Kelly. En dan elke keer natuurlijk She is the World's Greatest in plaats van I am. Mooi? Nee, heel kut. Als ik wel win, dan stel ik voor dat jij een keer een dag door Amsterdam gaat in een rolstoel. Als jij straks een medaille pakt in Rio. Waar eindigt hij dan? Eindigt hij dan hier op het graf of thuis? Hij komt dan wel thuis, maar ik ga hem wel laten zien dan, hoor. Succes met je droom. Dank je wel.